Natuurlijk kunnen we niet om Hello Schoten heen, al gesticht in 1959. Het is een van de oudste Vlaamse cultuurfestivals, maar nog steeds springlevend. Een bezoek aan het Werelddansfestival levert elke zomer weer verrassende ontmoetingen op. Zo kreeg ik een druminitiatie van taiko-specialisten uit Japan. Fans hier. Steven, de tent lijkt hier elk jaar groter te worden. Het is echt wel een publiekstrekker, hè? Hello Schoten. Ja, dat klopt. Ik denk dat we er wel 55 jaar ondertussen in slagen om ongeveer tussen de 20 en de 25.000 bezoekers toch elk jaar gedurende een week naar Schoten te trekken. En dat vraagt elk jaar voor een grotere installatie, uiteraard. Ja. Het is plezant. Er zijn hier ook zo waanzinnig veel landen al komen optreden. Heb je enig idee hoeveel er in de loop der jaren al gepasseerd zijn? Ja, op een bepaald moment stop je met tellen, want dan wordt het lijstje te lang. Maar de laatste telling die we hebben gemaakt, daar zaten we op 104 landen. En ik denk dat je er in de wereld officieel 148 erkend hebt of zoiets. Dus ja, nog een paar te gaan. Ja, toch al niet slecht, hè? Nee. Okay. Een privéles tango. Van een echte Argentijn dan nog. Op Hello Schoten kan het allemaal. Uno, dos, cruce. Y atrás. Uno, dos, y cerra. Muy bien, sabe el primer paso de tango. Muchas gracias. Nada, muy bien. Hello Schoten gaat mee met zijn tijd. Het is een van de redenen dat er ieder jaar weer 25.000 liefhebbers op de afspraak zijn. Zo is er nu ook Hello Kids, met een aangepast programma op maat van de jongste bezoekers. Niet alleen om naar te kijken, maar ook om zelf uit te proberen.